Dag dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe X-Factor aflevering. Deze keer hebben we de grote zalen van de voorbije week ingeruild voor een veel kleiner en intiemer decor. Want de coaches moeten nu nog maar 6 mensen ontvangen. En de beste blijven over. Welkom. 18 kandidaten en maar 12 mogen er mee naar de liveshows. Chris en Vincent coachen de 25-plussers. Dus nu hebben we 2 dagen om van 6 naar 4 te gaan. Hè? Dat is altijd de moeilijkste horde zo, hè? In die piste. Ja, maar wel een toffe horde. Ja. Welkom in de Ardennen. Dirk, ik denk qua stemkwaliteit dat het zeer goed is. Altijd geven, hè? Altijd geven, want hij loopt zo een beetje voor zichzelf, precies. Ja. Ik ben meegereden, hè? Dat was gemakkelijk. En gezelliger, hè? Met 2 in een auto. Wat muziek geluisterd. Ja. Gefilosofeerd. Ja. De coaches zoeken de komende dagen uit met wie ze in de liveshows aan de slag willen. Als net dan de stem het laat afweten, is dat zwaar balen. Ik krijg nu medicatie voor de maag, blijkbaar letters. Dingen, zo'n soort refluxachtig iets. En dat komt enorm ongelegen dat dat nu juist is. Dat heeft een impact op mijn stem. Bij Chris is het tijd voor muziek en een babbel. Maar aan de zwoelen... Thuis, hè, in een klein kamertje. Hoe is het met de stem? Niet beter. Nee? We zullen zien morgenochtend, hè, hoe het gaat. Valt dat vaak voor? Stem? Nee. Het is een soort gewoon toevallig ziek. Ja. Het is echt zo'n beetje, ja, een echte pech eigenlijk. Maar nee, ik wil maar zeggen, het moment is echt heel... Een ongelukkig moment. Voilà. Maar we moeten er 2 uit... Moet dat echt? Het moet echt... Laten we even van iedereen de voor- en de nadelen, voor zover die er al zouden zijn, in de inderste welke richting. Oké. Okay. Dirk. Nadeel is dat hem geen stem heeft. Voorlopig toch. Ja, dat is spijtig, hè. Dat je niet omhoog kunt. Dat is zo frustrerend. Ja, dat geloof ik graag. Puur qua zingen. Je kunt er echt de kwaliteit soms mee doen. Hè? Is het iemand die heel goed in de wedstrijd past ook. Je kunt er echt chique dingen mee doen. Please give me something. Someday I might know my home. Dirk is kandidaat nummer 3 van Chris. Jawel, Andy. We gaan het doen, hè, man. Ja.